Het jaar 2020 zit er bijna op. Wat een ongelooflijk bijzonder jaar is het geworden. Wie had kunnen voorzien dat een pandemie onze samenleving zo zou ontregelen en de scholen voor de tweede keer langere tijd dicht zouden gaan? Ja, je kan rustig stellen dat het geen gemakkelijk jaar is geweest. We hebben veel van jou en je collega's gevraagd. Jullie hebben alle zeilen bijgezet om les te kunnen blijven geven. Ook toen de scholen gesloten waren en er alleen online onderwijs kon worden gegeven. Jouw inzet, veerkracht en flexibiliteit was en is daarbij onmisbaar. En daarvoor willen we je ontzettend bedanken. Echt, er wordt weer een ongelofelijke prestatie geleverd. Maar die pandemie heeft ons ook iets gebracht. Het heeft het beste in ons naar boven gehaald. Denk aan een kaartje in de bus om iemand een hart onder de riem te steken. Een collega die een extra handje komt helpen. En denk aan de grote hoeveelheid laptops die beschikbaar zijn gesteld voor kinderen uit gezinnen die extra hulp konden gebruiken. Bij BOOR staan we open voor elkaar. Staan we voor elkaar klaar. En dat is de kracht van BOOR. En dat niet alleen. Het heeft ons laten zien hoe belangrijk school is. Om te leren, maar ook om te ontmoeten en op te groeien. Want wat wilden alle kinderen opeens graag naar school? En daar wil ik als nieuweling in het bestuur heel graag aan bijdragen. En weet je wat me het meest raakt nu ik BOOR leer kennen? Dat we niet bang zijn om nieuwe dingen te leren. Linksom of rechtsom. Het onderwijs gaat door. Samen kunnen we heel ver komen. Absoluut. Zeker nu de scholen wederom voor langere tijd dichtgaan, wordt weer het uiterste van ons allemaal gevraagd. En als je daarbij hulp nodig hebt, vraag dat dan gerust aan je collega's, leidinggevenden of aan ons. We staan voor elkaar klaar. Laten we ook iets verder vooruitkijken, want 2021 wordt vrijwel zeker het jaar van herstel. We gaan niet terug naar hoe het was, we gaan vooruit, naar beter. Achterstanden werken we weg, we staan vierkant achter onze kinderen en leraren. Dat is BOOR, hoop en perspectief. We wensen jou en je naasten fijne feestdagen en een gezond 2021.